In de afgelopen twee video's hebben we tijd besteed aan het bouwen van de backend voor onze user story, aanmaken van concerten. In de komende drie video's gaan we de voorkant hiervoor bouwen en ook het stukje wat een request gaat maken naar die API point die wij dus gemaakt hebben. In de eerste video wil ik beginnen met het toevoegen van een menu item en als je erop klikt dat je dan een scherm kan laten zien. Dus dat is waar ik de eerste video mee wil beginnen. Gaan we meteen naar IntelliJ toe. Hebben jullie in de tweede video wat verteld over de structuur van het path framework. Daar gaan we, en ook over de structuur van de frontend. En die is wat uitgebreider dan de backend. Daar hebben we echt een soort van MVC-achtige structuur in hoeverre dat mogelijk is in JavaScript. En je zult zien dat niet alles in één file staat. Zoals de navigatie, die wordt hier via JavaScript ingeladen, waar wij dus een menu-item willen toevoegen. En dat wordt gedaan via een controller. En als we dan het JS-foldertje uitklappen, hier binnen Assets, dan zien we ook een mapje voor controllers. Dan is er een Base Controller, dan is er een controller voor de verschillende schermen, maar ook een controller voor de navbar, die dus specifiek de navbar hier in dit stukje navigatie inlaat elke keer. Nou, die gaan we eens openen. Er staat best wel veel code in. We gaan niet alles behandelen, maar er zitten een aantal belangrijke dingen in. En we zien een class, die extends van een base controller. Dat gaan wij zo meteen ook voor onze eigen controller doen. Een attribuut voor de navbar view, constructor en een call naar de methode setupView. En wat die doet, is die maakt gebruik van een superfunctie die een specifiek stuk HTML inlaat. De navbar.html. Alle anchors worden verzameld, er wordt een clicklisten opgezet, automatisch dus. Dat hoeven we niet meer zelf te gaan doen. En op het moment dat er geklikt wordt, wordt de handle click Navigation item aangeroepen. En die gaat kijken op de anchor, op de a-tag, of er een attribuut op staat met de naam van de controller. Als die erop staat, gaat hij doorgeven aan de app-klasse, laat maar een nieuwe controller in. Heel vergelijkbaar met ook hoe we dat met OP2 doen. Als wij dus aan de navbar.html een extra anchor toevoegen met het juiste attribuut, dan zou die dus al een nieuw scherm moeten gaan inladen. Mits die controller ook aanwezig is, maar die gaan we bouwen. Dus ik ga HTML views bekijken, ga ik naar navbar toe. En inderdaad zie je alleen de code voor de navbar. En dan zien we hier al 5 list items voor de verschillende knoppen die er nu al zijn. Gaan we er eentje toevoegen. Ik ga daar eentje kopiëren. In plaats van upload maken we create concert. En hier is dus dat data-attribuut wordt uitgelezen door die navbar-controller en dan maken we van create underscore concert. Oké, dus nu zou die al in ieder geval erbij moeten zijn gekomen als knop. En inderdaad, create concert. Nou, dan zegt hij nu load controller create concert uit app.js regel 44. Dus dan gaan we eens een kijkje nemen wat gebeurt er nou dan in die app.js als erop geklikt wordt. Ook weer een hoop code die we voor jullie al geschreven hebben. Ik ga straks wat op in, dus als we een eigen controle maken op dingen, wat is nou een export en import, gaan we zo meteen op in. En wat je al ziet, is dat hier een verzameling staat van de verschillende controllers die we op dit moment hebben in de applicatie. Nu zie je van mijn testrun nog een variabele staan, controller create concert. Nou, die hebben we dus al toegevoegd, dus die hoeven we niet meer toe te voegen, dat scheelt weer. En die log die we net zagen, die zit in deze methode, de loadController methode. Dat is een soort van overkoepelende methode die een naam van een controller meekrijgt en eventueel een stuk data wat die door moet geven aan de controller. En dan vervolgens een switch doet op die naam en eigenlijk kijkt, hey, voor de controller navbar ga ik een nieuw navbar controller instantiëren. Voor de login ga ik, als iemand nog niet is ingelogd, de login instantiëren. Voor de welkom ga ik, als iemand dus wel is ingelogd, de welkomcontroller instantiëren, zo niet de logincontroller. Hier kunnen we er dus eentje toe gaan voegen. Er bestaat een case voor de nieuwe die we hebben aangemaakt, nieuwe static variabelen, controller create concert. Zeggen we eerst tegen app, op dit moment is dat de huidige controller als hij hierin komt. Neem, zodat we altijd weten wat de huidige controller is. En dan kunnen we zeggen app.is logged in. Een when yes en een when no. Daar kun je een functie aan meegeven. Ben je ingelogd? Nou, dan mag je new create concert
controller instantiëren. Zo niet, mag je nieuw login controller instantiëren. Nou, de Create Constant Controller die bestaat nog niet, dus die moeten we gaan aanmaken. Dat wordt dus het brein achter het scherm in het MVC plaatje. En we gaan in de controllers map zeggen nieuw JavaScript file Create Constant Controller. Oké. Controller for create concert screen and user interaction. Waar we in Node.js onderop de class exporteerden zodat die ergens anders kon worden gebruikt, moeten we dat hier bovenin doen. Dus we zeggen hier export class create concert controller, dat vult hem al aan. En we extenden van een base controller, ook heel erg herkenbaar uit OP2. En dan zie je ook al dat hij hem via hier import. Weer iets heel moois, we hoeven namelijk dus niet in die index.html al onze JavaScript bestandjes toe te voegen. We hebben één module app.js en die laat de rest weer in. En dus binnen een file zelf kun je zeggen, oké, ik wil nu controller.js hebben. En dat is meteen een goeie, die .js doet hij niet zelf, maar moet er wel achter. Heel vervelend. Maar die moeten er dus wel achter. Dus extensie van controller. Nou, wat we uit controller kunnen gebruiken, gaan we zo meteen zien. Dan hebben we eerst een attribuut. Dat wordt de create concert view. Dan hebben we een constructor. Nou, die gaat de super al callen. Dat moet natuurlijk altijd als je extensie van een controller. Een beetje open 1-0. En dan wil ik eens een methode gaan aanroepen die ik nu ga aanmaken. En die noem ik setup. View. En die ga ik hier ook aanroepen, this setup view. Die setup view die gaat zorgen dat in dat contentstuk van de index.html, we hebben hier de navigatie die wordt dynamisch ingeladen, maar in het contentstuk moet het daadwerkelijke scherm worden ingeladen. Dat gaat de controller doen. En dat gaan we specifiek hier doen. Ik ga zeggen, create concept view is, en dan zeg ik super, punt. En dan hebben we allerlei methodes. Eentje om dus HTML in de content te laden, maar ook eentje om in navigatie te laden, mochten we dat willen. Dat doet dus nu de navbar, doet dat voor ons. Maar wij gaan load HTML into content en dan kunnen we hier een HTML file opgeven. In het project zitten allerlei HTML files voor de verschillende pagina's. En dan zie je al dat ik een create constant met HTML heb aangemaakt. Hier zitten alle velden al in die volgens de use story nodig zijn. Er zit ook een aantal wat bootstrap klasjes en logica in. Er is heel veel documentatie voor bootstrap. Ik wil niet te veel in de HTML duiken, want ik denk dat jullie dat inmiddels best wel zelf kunnen uitzoeken, de HTML. Maar dit is dus al een view die ik heb aangemaakt voor concert aanmaken. Dus die kunnen we gaan inladen. Dan zeg ik HTML views slash create concert. .html. Dan wordt die ingeladen in die content div en krijgen we hem hier in het attribuut dat we er later zelf verder mee kunnen werken. Belangrijk ding is wel, als wij hier die concert view willen loggen, this.create concert view, dan moeten we nog wel rekening mee houden dat deze functie async is. Dus we moeten hierop awaiten namelijk. Want hij gaat namelijk asynchroon het HTML-filetje inladen. En dan moeten we op awaiten. Nou, we weten nu, als we hier awaiten, dan moeten we de functie ook async maken. Dus dat gaan we doen. En dan kunnen we vanaf hier de view loggen. En dat gaan we zo meteen ook testen of dat werkt. Dat gaan we nu zelfs doen. Refreshen. Gaan we naar create concert. Krijgen we allerlei errors. Create concert is not defined. Zie ik hier app.js 69. Dus die ga ik eens aanklikken. En blijkbaar kan hij deze dus niet vinden. Dus gaan we eens even bekijken op regel 69 in app.js. Missing import statement. Aha, dus we moeten wel importeren. Dus die ga ik aanklikken. En als het goed is, heeft hij nu hier een import toegevoegd. Helaas weer zonder .js. Dus die moeten we nog even achterzetten. Maar nu zou die dus wel goed geïmporteerd moeten zijn, onze nieuwe controller. Refreshen.
Great Concert. Gaat dat niet helemaal goed? Blijkbaar laat hij hem weer overnieuw. Misschien hebben we de login verkeerd omgezet. Even kijken hoor. Daar was ik weer. Het was een klassieker. Ik was een break vergeten. En daar valt hij natuurlijk er doorheen en opent hij alsnog het welkomscherm. Blijft moeilijk, maar het is gelukt. Als je nu op Create Concert klikt, dan opent hij het concert aanmaken scherm met de bijbehorende velden. En dat was ook eigenlijk meteen het einde van de video. In de volgende video gaan we als een gebruiker de invoervelden invult, de invoer verzamelen en een request maken naar onze eigen API endpoint. Dus tot de volgende video.